We gaan de kosten bekijken van het stucwerk in huis. Vaak een grote kostenpost waar je mee te maken hebt. Vooral natuurlijk als je verbouwd hebt. Misschien zit er nu een granol afwerking op de muur of een andere sierstucwerk die je eigenlijk niet zo mooi vindt. De meeste mensen willen tegenwoordig mooie gladde muren en plafonds natuurlijk. Maar vaak zijn de plafonds al wel redelijk vlak. Maar het kan natuurlijk zijn dat er ook daar nieuw stucwerk nodig is. Nou, de kosten van plafondstukwerk zijn wat hoger dan van de wanden, want het is gewoon wat zwaarder om het plafond te stukken, gewoon voor een stuk erdoor, dan de wanden. Simpel, maar dat is gewoon de realiteit. Aan de andere kant heb je bij een plafond minder obstakels. Hè. Je hebt geen deuropening, je hebt geen radiatoren, je hebt geen rare hoeken. Vaak is het plafond gewoon mooi, redelijk vlak. Maar goed, laten we even in de verbouwtool kijken wat de kosten zijn van stucwerk. In de verbouwtool kun je alle verbouwingen berekenen. Maar dus ook het stucwerk, want hier zie je bijvoorbeeld de wandafwerking. Stel dat er gewoon stucwerk nodig is. En je gaat het zelf schilderen, dus toch wel een veel voorkomende praktijk. Dan zie je hier al een inschatting van de muren, wat dan in dit geval bij deze 63 vierkante meter is, gewoon een voorbeeldberekening. Hè? Natuurlijk is iedere woonkamer verschillend in oppervlakte. Dit zijn dus de muuroppervlaktes, 63 vierkante meter. En als dat die 27 is, dan zit het totaal op ruim 1700 euro. Maar natuurlijk kun je het ook gewoon laten schilderen. Door een schilder wordt het natuurlijk nog duurder. Maar hier ga je dus zelf schilderen. Dan heb je feitelijk alleen de kosten van het sauswerk kopen, van de muurverf kopen. En ze kunnen het trouwens ook doen met het plafond. Laten we hier kiezen dat de aannemer ook gaat sausen, omdat het plafond netjes sausen waarbij je geen streep ziet, is toch vaak wat lastiger dan de muren, vooral omdat het dan echt ook met het sausen gewoon boven je hoofd is. En heel veel mensen vinden dat toch redelijk zwaar. En omdat het steeds zwaarder wordt, ja, zie ik dat mensen minder netjes gaan werken. Na een uurtje of na twee uur. En dan zie je al snel weer de strepen ontstaan. Je ziet dan ook dat er bij deze optie de vierkante meterprijs wat hoger is. Maar de vierkante meter wat lager. En dat heb je meestal in de woonkamer. Dat zeg maar de wandoppervlakte vierkante meters wat groter zijn in getal dan het vierkante meters van het plafond. Overigens is het bijvoorbeeld bij een toilet totaal anders, want dan heb je heel snel veel meer vierkante meters dan die anderhalf of twee vierkante meter wat een plafond is van een toilet. Dus dat is echt afhankelijk van de soort ruimte. Dus je hebt nu een indicatie van de kosten van het stucwerk. Nogmaals, in de verbouwtool kunnen we alles berekenen. Zullen we niet doen in deze video. Dit gaat puur om het stucwerk. Waar kun je aan denken en wat voor kosten moet je nu eigenlijk gewoon, waar moet je op rekenen en wat moet je in je budget opnemen. Succes met alle keuzes. Met het stucwerk, natuurlijk ook met de afwerking die daarop komt. En je kunt natuurlijk ook gewoon kiezen om daarna te behangen. Misschien moet het wel deels getegeld worden. En er zijn natuurlijk veel meer bijzondere muurafwerkingen die jouw ruimte echt helemaal afmaken. Succes en tot een volgende video.